Hey, het heeft geen zin om hier te blijven wachten. Mama wil je toch niet spreken. Vind je het vervelend dat ik hier ben? Hoe gaat het met je? Wel oké. Ik wou dat we elkaar wat vaker spraken. Ik heb het goed verpest bij iedereen, hè? Bij jou ook, dat weet ik. Ik kan wel zeggen, ik wou dat het nooit gebeurd was, maar het is gebeurd. Ik ben een waardeloze echtgenoot en een waardeloze vader. Het is een aardige samenvatting van hoe het gegaan is. Dit heb ik verdiend. Dat mama boos op je is. Ja. Maar je blijft mijn vader. Hoe waardeloos ook. Ja, ja, nou heb ik het woord waardeloos wel weer genoeg gehoord. Jij begon. Tot ziens. Nice to see you again. Likewise. You look wonderful. Well, thank you. Vibrant. Did you take my advice? I really have to get back to work. But it was nice seeing you. What kind of advice? Professional secret. Then I don't even want to know. I think we should plan on having dessert. We don't want to get home too soon. Unless, of course, you want to run into your ex. He was very desperately present there earlier today. He still works there. He came to see me. He wants me to help save your marriage. Got a very funny way of asking for help, accusing me of influencing you and not listening to you. And I think that Martijn is guilty of stirring up trouble between us. Well, I think he might have a point. You're not exactly reserved when it comes to your opinions. Well, I know when someone's sincere and when someone isn't. Miss Poindexter, how are you? Oh, hello. Nice to see you again. Enjoying your lunch? Won't you join us? Oh, I'd love to, but I'm afraid there's no time. I have a business appointment. But thank you very much for the invitation. Enjoy the rest of your lunch. Wasting our breath on more time. Oh, enough. I know what you think about him. I used to love Martijn very much. Martijn has his good sides.